De twee mannen die je hier op de foto ziet, worden ook wel verantwoordelijk gehouden voor het einde van de Koude Oorlog. En dat zijn niet meneer Glasnost en meneer Perestroika, dat zijn meneer Gorbachev en meneer Reagan. En ja, wat zij met het einde van die Koude Oorlog van doen hebben, dat gaat in deze video voorbij komen. Want die Amerikaanse president Reagan die geeft de opdracht aan het begin van de jaren 80 voor de bouw van een raketschild in de ruimte. En dat was echt een, een, ja, een soort Star Wars eigenlijk. Hè? Die bijnaam kreeg het ook. De eerste Star Wars-films waren net uitgekomen. En je ziet dat hier op dit plaatje. Het was een heel stelsel van satellieten, van grote ruimtespiegels, van laserstralen. En het was allemaal de bedoeling dat als er raketten vanuit de Sovjet-Unie op de Verenigde Staten werden afgeschoten, dat die al buiten de damp ging konden worden vernietigd. En je kunt je voorstellen, dat is niet iets wat je voor drie tientjes doet. Hè. Dat kost enorm veel geld. Er gingen miljarden en miljarden dollars zou erin gaan zitten. En uiteindelijk is dit raketschild ook nooit gebouwd. Er is wel aan begonnen, maar het is nooit afgemaakt. Maar het was eigenlijk al voldoende. Want de Sovjet-Unie zag van... Ja, shit, dit is een nieuwe stap in de wapenwetloop... die we echt niet kunnen betalen. En dat zorgt voor grote onrust in de Sovjet-Unie. En dan was het toch al heel erg onrustig. Want in de jaren 70 en 80 raakte de Sovjet-Unie... Sovjet-Unie steeds verder achterop bij het Westen en dat wisten ze zelf ook. En er waren verschillende redenen voor. En de belangrijkste reden was misschien wel dat uh, die planeconomie niet werkte. Het zorgde voor tekorten en het zorgde voor steeds grotere technologische achterstand ten opzichte van uh, de kapitalistische economie in het Westen. En daarbij kwam dus dat Sovjet-Unie die wapenwelloop steeds moeilijker kon betalen. Dat werd gewoon te duur. Nou, en dan komt er halverwege de jaren tachtig een nieuwe leider van de communistische partij in de Sovjet-Unie. En dus ook een nieuwe leider van de Sovjet-Unie. En dat is de man die we altijd herkennen aan de wijnvlek op zijn voorhoofd, Michael Gorbachev. En hij wil eigenlijk maar één ding. Hij wil het communisme hervormen. Dus opnieuw vormgeven. Zodat het weer sterker wordt en kan blijven bestaan. En hij wil dus niet het communisme afschaffen, verre van. Maar hij weet wel, er moet iets veranderen aan het communisme. Want anders dan, ja, raken we echt op achterstand en dan verliezen we die koude oorlog. Dus wat gaat hij doen? Nou ja, in het binnenland, dus in de Sovjet-Unie, voert hij een aantal hervormingen door. Hè, dus maakt hij een aantal dingen anders. Uh, en het eerste daarvan is glasnost, oftewel openheid. Uh, hij zorgt ervoor dat de censuur in de media wordt afgeschaft. Er komt meer persvrijheid in die Sovjet-Unie. En het tweede woord is de perestrojka, de hervorming. En in dit geval de hervorming van de economie. De Sovjet-Unie had vanaf de tijd van Lenin en Stalin een plan-economie gehad... waarbij de regering dus bepaalde wat er geproduceerd moest worden en door wie en hoeveel. En waarbij alles dan weer wat geproduceerd werd verdeeld werd ook door de regering, door de staat. Maar dat werd nu vervangen door een vrije markteconomie. Het werd dus wat liberaler, het werd wat kapitalistischer. En ook op buitenlands gebied veranderde het een en ander, want de Sovjet-Unie had natuurlijk al die satellietstaten hè, in Oost-Europa. En ja, die landen, die werden nou toegestaan om uh, een democratie in te voeren met meerdere politieke partijen. Die mochten dus vrije verkiezingen gaan houden als ze dat zouden willen. En op deze manier hoopte Gorbachev dus dat het communisme in de Sovjet-Unie nog heel lang zou kunnen blijven bestaan. Maar ja, daar had hij zich een beetje in misrekend, en dat zullen we in de volgende video gaan zien.